Op de Binkhorst in Den Haag is al vele decennia autoschadeservice Van Vrede gevestigd. Een bedrijf dat Bert van Vrede ooit begon samen met zijn broer. Ik ben met mijn broer Hans begonnen. Echter, mijn broer Hans heeft 12, 13 jaar geleden afscheid genomen van het bedrijf. Omdat hij een hele andere weg in wilde slaan. Goed, dat hebben we gerespecteerd en dat heeft geïmpliceerd dat ik dus zelf verder ben gegaan met het bedrijf. En het is dan uiteindelijk geworden voor wat het op dit moment is. De samenwerking tussen de broers kwam 12 jaar geleden ten einde. En sindsdien heeft Bert het bedrijf alleen. Maar de zoon van zijn broer, neef John, kwam wel weer werken in de zaak, die op die manier toch een familiebedrijf bleef. John, mijn neef, een zoon van mijn broer eigenlijk, waar ik dus het compagnonschap mee gehad heb, die is dus vestigingsmanager van dit bedrijf hier zo. En John die draait dus de scepter hier zo over alle rijlen en zeilen wat zich hier voordoet binnen het bedrijf. En dat gaat naar volle tevredenheid. En zelf ben ik hier iedere week nog 1 à 2 dagen aanwezig om alles een beetje door te nemen, om te bespreken, om een beetje huiswerk te doen, et cetera, et cetera. Maar het blijft nog steeds leuk. En zo runnen Bert en zijn neef gezamenlijk het autoschadeherstelbedrijf op de Binkhorst. Sinds Bert verder weg is gaan wonen, heeft met name neef John de leiding over de dagelijkse operationele zaken. We zijn op de receptie. Hier kunnen de klanten zich melden. Als wij schade hebben, dan gaan we hier de schade-intake doen. We maken de foto's, schrijven de schade op en gaan dan een calculatie maken en maken een afspraak met de klanten. Hier wordt alle voorbereidend werk gedaan. Hier worden ook de onderdelen, alles wordt alvast besteld. En dan gaan we de werkplaats in en dan wordt de schade gerepareerd. We zijn hier in de werkplaats. Hier gebeuren alle werkzaamheden. Hier zorgen wij er weer voor dat de auto weer tip en top eruit gaat. En die werkzaamheden die zijn in de loop van de afgelopen tientallen jaren natuurlijk enorm veranderd. Want het vakgebied van autoschadeherstel omvat inmiddels veel meer dan het uitdeuken en spuiten van 30 jaar geleden. Er zijn veel technische ontwikkelingen geweest, zowel in de werkplaats als in de auto's die er gerepareerd worden. Alles gebeurt veel duurzamer dan vroeger. En er zijn steeds meer certificaten nodig met allerlei eisen waaraan voldaan moet worden. Er is natuurlijk wel het een en ander bijgekomen. Het restyle gebeuren is erbij gekomen. Een andere verwoording daarvoor, uitdeuken zonder spuiten. Dat is dus hetgeen wat wij dus ook doen hier zo. Dat doen wij ook in onze zustervestiging in Nootdorp. Wat ook heel veel gedaan wordt in de afgelopen jaren, is het toepassen van spot repairs. Dat betekent dus dat bumpers bijgespoten moeten worden. Dat gaat prima, dat gaat heel goed. Daarmee zorg je er dus ook voor dus dat de kosten op een lager vlak liggen. We hebben het verwerken van van de aluminium materialen die aan de auto zitten tegenwoordig. Daar hebben wij ook speciaal gereedschap voor om dat allemaal weer mooi in model te krijgen. Dus wat dat betreft, daar zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd. We juichen dat alleen maar toe. Dit is de plaatwerkerij. Zodra de auto binnenkomt, dan gaat de auto wordt gedemonteerd en dan wordt die geplaatwerkt. Aan de andere kant daar lopen we zo meteen naartoe, daar wordt de voorbewerking gedaan. En dan hebben we daarnaast de spuitcabine staan en daar worden alle auto's weer gespoten. Zodra ze uit de spuitcabine komen, dan komen ze weer terug en dan worden ze afgebouwd. En dan worden ze gewassen en weer netjes afgeleverd. Ja, het is een beetje de routine dat u ziet. Het herstel, voorbewerking, spuiterij, afbouwen, wassen. En zo gaan we een beetje de routine door. We zien ook zelf richtwerk doen we ook allemaal zelf. Spuiten doen we natuurlijk zelf. Ja, als een auto natuurlijk een grote schade heeft gehad en er zijn wat bepaalde delen, chassisdelen die krom zijn, dan kunnen we dat allemaal zelf rechtmaken weer. Dat hoeven we ook niet uit te besteden, kunnen we allemaal zelf. Zodat het allemaal weer op fabrieksmaten origineel is. En zo worden dagelijks talloze beschadigde auto's, campers, bestelbussen en oldtimers binnengebracht. Die op allerlei punten worden gerepareerd en gecontroleerd, bijgespoten en dan weer helemaal netjes gewassen de deur uitgaan. Voor particulieren,
maar vooral ook veel voor grote zakelijke opdrachtgevers, zoals verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen. Werk dat vooral binnenkomt door het samenwerkingsverband van ASN, waarbij de organisatie is aangesloten. Je moet tegenwoordig wel aan alles mee willen doen. Blijf je dus als universeel schadebedrijf dus alleen maar draaien op hetgeen wat je gewend bent, op die particulier en bla bla, dan heb je het heel erg moeilijk. Niet voor niets hebben we ons aangesloten bij de franchiseorganisatie ASN. Wij zijn dus ook vanaf de eerste lichting zijn wij daarbij aangesloten dan. Daar hebben we dus tot de dag van vandaag geen spijt van. ASN zorgt er dus ook voor dat zij dus werkaanbieder zijn in deze verder. ASN gaat dus gezamenlijk de gesprekken aan met de grote opdrachtgevers. En tot nu toe hebben wij daar geen klagen over, want wij, ASN voorziet ons dus onder andere ook van grote leasemaatschappijen, waar wij dus toch wel behoorlijk werk van hebben. En zij sturen dus ook bij verzekeringsmaatschappijen het werk aan. Dit is stap 1. Althans, de stap 1, we gaan natuurlijk eerst demonteren, uiteraard, hè, om alles af te passen. En dit is eigenlijk stap 2, het herstel ervan. Er zat een deuk in de deur, nou, die wordt er helemaal uitgehaald. Plaatwerk wordt helemaal strak gemaakt. En vanaf hieruit gaat het dan weer naar de voorbewerking. Hier wordt alles, al het plaatwerk wat hersteld is, wordt hier strak gemaakt. Wordt in de plamuur gezet. Er wordt strak gemaakt en er wordt dan in de grondverf gezet, zodat het de volgende dag weer gespoten kan worden. Wij zorgen er altijd voor dat einde van de dag alles in de grondverf klaar staat, zodat we de volgende dag alles uit kunnen sturen van de grondverf. En de volgende dag de auto gespoten kan worden om de auto weer zo snel mogelijk op weg te helpen. We zijn nu in de mengruimte. Hier worden alle kleuren gemaakt voor de auto's. Wij kunnen elke kleur maken die er is. Dit zijn alle mengkleuren. Om een kleur te maken heb je meerdere mengkleuren nodig. Die gooi je bij elkaar en dan wordt dat de kleur die op de auto gaat. Wij hebben een spectrometer, daar kunnen we elke kleur kunnen we daarmee lezen. En als we de kleur gelezen hebben, krijgen we te zien welke mengkleuren in een verhouding moeten. En die gooien we dan bij elkaar en dan hebben we de kleur. Precies die kleur. De auto komt nu uit de spuiterij en dan gaan we de auto weer monteren, zodat de auto weer compleet hier weggaat. En daarna gaan we uiteraard de auto helemaal wassen, want de auto's leveren al het schoon af. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ASN Autoschadeservice van Vrede Binkhorst.